De rode Ierse setter. De Ierse setter. Dan krijgen we de Engelse setter. De Gordon setter. L'Evangel Bleu de Picardie. Dat is een zeldzame. Zien we heel wat minder. De Weimaraner Langhaar. En de Weimaraner Korthaar. De Vriesla in korthaar en in ruwhaar. Of in draadhaar moet ik eigenlijk zeggen. Dit is de Duitse staande korthaar. En de Duitse staande draadhaar. En de Duitse staande langhaar. En dan moet dit de Griffon Kortal zijn. Met daarachter de Spinone Italiano en de Bracco Italiano. De Grote Münsterlander en de Kleine Münsterlander. De Drentse Patrijshond. En de Stabijhond. Alsjeblieft, mevrouw Logs. En dan zijn we rond. En dan moeten we een selectie van 6 hebben. En in die selectie, wat krijgen we daar? Ik durf hier niet weggaan, want dan heb ik geen klank. Dus ik zal het bekijken. Wie verlaat ons? De Épagneul Breton. De Vizsla ruwhaar of draadhaar is beter. Ik denk dat er nog eentje. Nee, we hebben er 6. En dat is de Duitse staande draadhaar. En dan kunnen we eraan beginnen. Met de 6e plaats. Kom een beetje dichter bij mij. Dat is 1 gezellig. En 2 veel makkelijker voor de microfoon. 6e plaats. De 6e plaats is voor de Engelse setter. 5e is voor de Spinone Italiano. De 4e plaats is voor de Grote Münsterlander. 3e, dat is toch al op het podium. De Langhaar Weimaraner. En die 2, die willen we nog eens een ere rondje laten lopen. Met de rode.